De Stichting Politiek Documentatiecentrum (PoLDoC) heeft voor het zesde jaar examenbundels uitgereikt aan examenleerlingen van de Siwraj Singh School in Kommerwijnen. Deze examenbundels dienen als handleiding voor de leerlingen ter voorbereiding op het examen. Ik vind het prachtig, prachtig werk, want je krijgt examenbundels om te oefenen zonder uitwerking en het is wel lastig. Maar nu hebben we alle uitwerkingen en uitleg erbij, hebben we ook gekregen. En ik vind het prachtig dat ze ook naar ons hebben, dus dat ze naar ons denken. Dat vind ik prachtig, ja. Ik vind het goed, want met uitwerking erbij, dan kunnen we dus vergelijken en zo toch. Dan kun je oefenen en al die dingen doen, ja. Nou zijn tweeledige bundels. Bundels voor Milo A en bundels voor Milo B. Bundels voor Milo A bevatten de vakken boekhouden, bedrijfsrekenen en wiskunde. En ten aanzien van Milo B is het natuurkunde afzonderlijk en wiskunde afzonderlijk. Dus zijn drie bundels. De totstandkoming van deze bundel geschiet. We hebben namelijk een werkgroep bestaande uit docenten, MOB-docenten. En die worden belast met de uitwerking van deze examenopgaven. Voorlopig hebben we ons gefocust op de Milo-scholen. Waarom? Het is een maatschappelijk probleem. Het blijkt van de afgelopen jaren dat slagingspercentage van Milo nou niet is wat het wezen moet. Wij willen meer successen hebben ten aanzien van het slagingspercentage op dat gebied. Het is nou gemiddeld boven de 50, beneden de 60% en we willen stijgen daarin. Dankzij de examenbundels stegen de slagingspercentages. Sowieso kan ik dit stellen dat wij aan het begin van het schooljaar een diagnose opstellen van dit zijn de verwachtingen. En gedurende het jaar, ja, in aanloop naar het examen toe, zetten wij ons dan natuurlijk afhankelijk van waar eigenlijk de nood het hoogst is, ja, extra in. En met zekerheid, met zekere garantie kan ik stellen, dus dat de ondersteuning middels de examenboeken, je oefenboeken, van Stichting PoLDoC een hele belangrijk gedeelte ondersteuning daarbij zijn, zeker weten. Wat wij zien is dat leerlingen bij de uitwerking eigenlijk behoorlijk falen. Hè? De uitleg van hoe je een som moet maken. We weten dat in het onderwijs, wanneer een leerling een som oplost en ergens een foutje maakt, dat wij dan niet daar stoppen bij het corrigeren, maar met hun gemaakte fout door moeten berekenen. Dat is ook een regel van de inspectie, een instructie van de inspectie. Dus we gaan kijken naar de werkmethode. En deze boeken zijn specifiek daarvoor opgesteld van hoe moeten de sommen worden opgelost. Ik denk dat het model van oplossen veel belangrijker is dan het antwoord zelf. Ja, net wat ik zo net had benadrukt. En met dat in gedachten kan ik zeggen dus dat de werkmethode, de uitwerkingen, als de kinderen zoveel kunnen oefenen en daarna hun eigen som kunnen vergelijken met de uitwerkingen, dat het zeker hen heel veel op weg zal helpen. Het is duidelijk te merken, hier in Kommerwijnen, we zijn ingestart in dit district. En Milo VOJ La Solitude, in het jaar 2014 was het slagingspercentage 19,2%. En 2019 is het nu 71%. Duidelijke stijging. Mijn sterke vakken zijn natuurlijk alle leervakken niet en talen. Mijn zwakke vakken zijn dan natuurlijk natuurkunde en wiskunde. En ik ga nu hard werken, beter. Vooral nu met de PoLDoC gaat het dan gemakkelijker zijn om op te halen. Om natuurkunde en wiskunde dan beter te begrijpen. Ik heb goed gewerkt, maar het kon beter, zo zeg maar. Voorbereiden. Ik moet echt hard werken voor die hoofdvakken, net wiskunde en natuurkunde. Dan. Wat ik eigenlijk te zeggen heb, zeg van focus op je doelen die je moet realiseren. Er zijn keuzes in het leven. Maak de bewuste keuze en stel prioriteiten. Waar ga je heen? Richt je daarop en besteed tijd en aandacht aan je examen. Niet alleen, maar ook de dingen die je wil realiseren. Als je successen wil hebben, richt je daarop. En het zal geschieden. Zo mijn boodschap is, ga ervoor hard werken. Practice makes perfect. Als je gaat oefenen, als je hard gaat werken, gaat alles lukken.
Elk jaar is een examengroep verschillend. Soms heb je kinderen waar je niet zoveel achteraan moet lopen. Soms wel een beetje, soms meer minder. En dit jaar hebben we toch wel een groep waar wij nogal wat achteraan moeten zitten. En ik heb ook net aangekaart dat deze ondersteuning van Poldoc een heel belangrijke set is voor ons eigenlijk in dit streven om de goede resultaten te krijgen. Ja, dus mijn boodschap is natuurlijk flink oefenen, je beste beentje voorzetten. En in het bijzonder zeg ik, ik heb de ouders al gezegd, gemeld, gevraagd, verzocht. Als je gaat studeren, even cel afstaan. Want dat eist nogal wat tijd op van de studenten, hebben wij gemerkt. Bewust of onbewust. Donovan Isselt is onlangs de eerste afgestudeerde van de masteropleiding Psychologie aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hij vertelt ons over de inhoud van de studie en wat zijn onderzoeksonderwerp was. Het is een unicum, omdat wij dus een dergelijke opleiding dus niet hier hebben gehad al die tijd. Het houdt zoveel als in dat we leren over het gedrag van de mens. Om het gewoon een beetje simplistisch te vertellen. Waarbij we dus steeds onderzoeken naar factoren die bepalend zijn voor een bepaald gedrag die men vertoont. Hè? Hoe verklaren we dat? Ja, als iemand bijvoorbeeld emoties ervaart en een bepaald gedrag daarbij ook vertoont, hoe komt het? Dus dat houdt die studie in zijn algemeenheid in. En natuurlijk heb je dan verschillende specialisaties die dan verder daarop ingaan. De masteropleiding is een tweejarige opleiding en het is om het ene jaar wordt het aangeboden. Ik behoor dus tot de eerste cohort. Laat maar zeggen, elke nieuwe opleiding gaat gepaard met wat kinderziektes. En we hebben dit samen met de richtingscoördinator kunnen overbruggen. Voor mezelf heb ik het voornamelijk als soepel ervaren. Dingen zijn toch wel redelijk tot zeer goed gegaan bij mij. En ik heb het toch wel binnen de perken kunnen afronden. Ik heb als specialisatie gekozen voor arbeids- en organisatiepsychologie, omdat ik dus voornamelijk geïnteresseerd was in het gedrag van werknemers op de werkvloer. Hoe zij hun gedrag bepalen of hoe de organisatie een bepaalde factor kan spelen in het bepalen van het gedrag van de werknemer. En bij mijn onderzoek heb ik dan voornamelijk gekeken naar emotionele intelligentie bij leidinggevenden, in dit geval in het verplegend beroep, en de mate waarbij zij dus zouden kunnen omgaan met burn-out op de werkvloer. De resultaten waren best wel verrassend, anders dan wat ik zelf had verwacht. Ik heb dus gevonden dat die leidinggevenden wel een hoge mate van emotionele intelligentie hadden, maar er was dus geen sprake van burn-out bij het personeel onder zich. En ook heb ik dus op basis van mijn resultaten kunnen concluderen dat de emotionele intelligentie van die leidinggevende niet van invloed was op het kunnen omgaan met burn-out op de werkvloer. Laat maar zeggen dat desondanks deze verrassende resultaten, ik toch in vervolgonderzoek wil nagaan als dat daadwerkelijk zo is voor de andere beroepsgroepen binnen het verplegend beroep, maar ook gewoon alle anderen daarbuiten. Kijk, je moet rekening houden met je onderzoeksopzet, hoe je het precies hebt onderzocht. En ook daar kan je dus wat beperkingen hebben. En met die beperkingen ga je je onderzoek steeds weer gaan verbeteren. En de resultaten die ik nu heb gevonden, wil ik dus dan later gaan gebruiken als ik ga promoveren, om verder onderzoek te doen naar dit onderwerp. Voornamelijk op het gebied van burn-out had ik dus een andere verwachting, mede op basis van eerdere literatuur, welke stelt dat afdelingen met een hoge werkdruk, voornamelijk de zorgafdelingen met een hoge werkdruk, er eerder sprake zou zijn van burn-out op die afdelingen. En dat heb ik dus juist niet gevonden in mijn onderzoek. En ook is er in de literatuur bewijs dat emotionele intelligentie van leidinggevenden juist een positieve invloed kan hebben op bijvoorbeeld burn-out. En dat heb ik dus niet kunnen concluderen op basis van mijn resultaten. Dus vandaar dat ik zeg dat mijn resultaten toch wel verrassend zijn uitgekomen.
Bij emotionele intelligentie gaat het erom dat ik in staat ben om mijn eigen emoties, maar ook andermans emoties te kunnen herkennen, die ze kunnen uitdrukken. En eigenlijk gaat het om de informatie die je daaruit haalt. Wat voor informatie haal je uit die emoties die op dat moment aanwezig zijn en hoe ga je die gebruiken? Dus dat is het zo'n beetje simplistisch gezegd. Aan degene, mijn medestudenten die het nog doen en die ook moeten afronden, die wil ik zeggen van ga ervoor, blijf geloof hebben en blijf doorzetten natuurlijk om de studie af te ronden. We hebben in Suriname een tekort aan psychologen en natuurlijk is elke aanvulling welkom. Voor degene die plannen hebben om deze opleiding te doen, ik zie het meer als een roeping dan gewoon een keuze die je maakt. Omdat de psychologie eigenlijk een unieke opleiding is, een unieke discipline is binnen de wetenschap en het gaat om de mens, hè, mensfactor. En ik vind dus dat je een bepaalde roeping ervoor moet hebben. Maak dus een bewuste keuze om het te doen, omdat jij dus op jouw manier een bijdrage kan leveren aan de zorgsector in Suriname of waar je ook mogen belanden.